Hey, hello, Bugs Music. Mijn naam is Martin en voor mij staan twee krachtige mobiele PA-speakers van het merk Divine. Links van mij, rechts voor jullie, is de Sound Scout 12 en rechts van mij, links voor jullie, is de Sound Scout 15 van Divine. In deze video ga ik jullie vertellen over de specificaties, de features en wat deze anders maken dan de Venture Mobile PA-speaker die ik in de vorige video heb behandeld. Dus daar gaan we. Om gelijk te beginnen met dat verschil tussen de Venture Mobile uit de vorige video en de Sound Scouts, die we nu gaan behandelen, is dat de Venture Mobile wat meer gericht is op het mobiele feestje, op uh, de straatmuzikant, die inderdaad minimale mixmogelijkheden nodig heeft. Om inderdaad gewoon lekker zijn of haar feestje of arrangement te kunnen doen. Deze daarentegen zijn echt gebouwd om op zichzelf een compleet PA-systeem te zijn. Dus met een van deze twee speakers kan je voor een absurd lange tijd, en daar kom ik zo nog even op terug, eigenlijk alles regelen wat je met een conventioneel PA-systeem ook zou kunnen doen. En heeft ook aansluitmogelijkheden intern zitten met de. Niet meegeleverde, maar wel makkelijk aan te sluiten. En zeer betaalbare sound scout wireless microfoons. Uh, geïntegreerd systeem, dus perfect voor uh, conferences, voor, voor plaatsen waar je uh, groepen mensen wilt aanspreken. Waar je dus iets van versterking voor je geluid nodig hebt. Om muziek mee af te spelen, om uh, te zorgen dat jouw evenement iets beter voorzien is van, van geluid. En natuurlijk ook versterkt geluid. En dat met alle mogelijkheden achterop, die je eigenlijk verwacht van een PA systeem. We hebben de Sound Scout 12, we hebben de Sound Scout 15 en die nummers die slaan natuurlijk op het formaat van de woefers die we vinden in deze mobiele PA-systemen. Bij de Soundscout 12 en de Soundscout 15 zijn veel van de specificaties en functionaliteiten hetzelfde, maar ik wil eerst eventjes de verschillen tussen de twee benoemen, uh, voordat ik ga benoemen waar ze overal hetzelfde in zijn. Het frequentiebereik van deze speakers is wel geaffecteerd door het formaat van de woofer die erin zit. De 12 inch woofer gaat tot 62 hertz diep maximaal. En de 15 is een iets grotere speaker. Gaat daardoor ook ietsje dieper tot 60 hertz diep. Uh, beide gaan wel uh, maximaal uh, vanwege die 1 inch tweeter die erin zit. Uh, tot 19 kilohertz in het hoog. En dat is gelijk tussen beide. Ook door het formaat van de speaker. Kan deze net 2 decibel meer een maximale SPL produceren dan deze. Uh, de Soundscout 12 gaat tot... 108 decibel uh, piek en deze gaat dan tot 110 decibel SPL uh, op piek, dus dat zijn een paar verschillen die eigenlijk veroorzaakt zijn. Gewoon door het formaat van de speakers, want ze verbruiken wel hetzelfde vermogen: 90 watt RMS piek. Eigenlijk op beide van deze speakers. En het laatste verschil tussen deze twee. Uh, mobiele pa systeem is natuurlijk het gewicht. Deze is ietsje groter, weegt daardoor ook ietsje meer. Uh, deze vinden we op 10,8 kilo. En ik ga even spieken bij mijn notities. Deze vinden we op 13,9 kilo. Dus beide nog steeds heel lichtgewicht systemen. En eigenlijk zijn we daar eigenlijk al door alle verschillen heen. Dus waar ik mee wil beginnen is vertellen waar ze gelijk zijn. En misschien wel de belangrijkste feature is de batterijduur. Define is iets fantastisch aan het doen als het gaat om batterijduur. Want. Op gemiddeld uh, verbruiksgemogen, dus, dus dat je hem niet op standje vol open zet, ook niet helemaal dicht, maar gewoon lekker in het midden. 20 uur aan maximale batterijduur. En dat is natuurlijk fantastisch, want dat is meer dan afdoende voor wat voor evenement dan ook. Tenzij je echt een marathon-evenement uh, aan het doen bent. Uh, en voor dit prijspunt waar deze speakers zich bevinden, kan je er dan makkelijk twee aanschaffen als je dat soort grote evenementen aan het plannen bent. Maar 20 uur is, is absurd goed. Uh, voor een mobiele geluidsoplossing. Betekent dat eigenlijk als je hem de dag ervoor even aan de lader zet, je eigenlijk gegarandeerd bent dat je evenement uh, of wat je ook wilt doen met deze speakers gewoon helemaal fantastisch zal verlopen. Nou, dat is eigenlijk een van de grootste features die wou ik eigenlijk als eerste benoemen. Heb ik ook gedaan en ik denk dat het nou handig is om lekker van boven naar beneden te gaan met deze PA systemen. Ik heb ze uitgeklapt, maar er zitten handvaten aan, uh, want ja, we gaan toch een beetje wisselen. Aan de onderkant zitten trolleywieltjes, dus dan kan je deze makkelijk wegrollen in plaats van te tillen. Ondanks het geringe gewicht is het natuurlijk wel fijn voor de langere afstanden. En als die eenmaal zit, dan vergrendelt hij ook stevig. En zal die lekker op zijn plek blijven hangen. Dus gewoon lekker een stevig handvat. Er zit een klein beetje speling in, maar door de knop in te drukken aan de bovenkant kan je deze dus omhoog zetten. En ze vergrendelen lekker op hun plaats. Aan de zijkant vinden we ook goede handvaten. Lekker comfortabel. Dus het is makkelijk mee te nemen voor langere periodes. Nu zijn we aangekomen bij de achterkant van de SoundScout. En. Naar mijn mening, een van de belangrijkste delen gelijk is hier aan de bovenkant. Het is de Media Player sectie. En via dit gedeelte kunnen we dus onze ja, audio besturen. En of dit nou van een SD-kaart komt, van een USB-stick of via Bluetooth vanaf een telefoon. Je kan hier dus heel makkelijk je muziek starten, stoppen, pauzeren, vooruitspoelen, skippen. Eigenlijk de dingen die je eigenlijk met een standaard mediaspeler uh, zou verwachten dat je kan doen, kan ook zeker met deze SoundScout, allemaal via een makkelijk overzichtelijk menuetje aan de bovenkant. Onder de Media Player vinden wij nog een heel belangrijke sectie en dat is het mixer gedeelte. Hiermee kunnen we natuurlijk onze mix gaan maken. Uh, we beginnen hier zo met onze microfoon gain. Uh, we hebben twee microfoon inputs, we hebben één gain regelaar. Uh, dus zorg dat je als je meerdere microfoons aansluit, dat je vergelijkbare microfoons als het gaat om uh, input signaal uh, pakt. Dat maakt het uh, voor dit systeem. Ietsje makkelijker daarnaast hebben wij een lijnregeling, uh, dus dan kan je het, het niveau van je signaal dat je hierin steekt via de RCA hieronder regelen. Daarnaast vinden we een echo, daarmee kunnen we dus de mate aan echo die we toevallen voegen uh, of niet bepalen op ons geluid. Daarnaast vinden wij ons mp3 volume, dus eigenlijk alles wat je afspeelt via uh, de media player bovenin kunnen we via die regeling. Uh, in de mix brengen en tot slot hebben we een master volume, dus de hele mix, hoe luid of hoe zacht moet die staan, regelen we met de laatste knop. Onder die mixer begin ik weer hier aan deze kant met uh, de inputs. We hebben dus die twee mic inputs waar ik het eerder over had via TRS input, dus 6,3 mm jack, uh, die dus worden geregeld door. De knop die erboven zit voor je mic level. Daarnaast vinden wij een line in via RCA, dus de bekende wit-rode tulp connecties. En daarnaast een mix out ook via RCA. Dus dan kunnen we onze mix over RCA ergens anders naartoe sturen. Daarnaast hebben wij een vijfband grafische equalizer, waarmee we dus onze equalizer uh, vrij nauwkeurig kunnen instellen naarmate nodig. Daaronder vinden we de controls voor de losverkrijgbare verkrijgbare SoundScout microfoon. Dus de handheld microfoon of de bodypack als je inderdaad werkt met een heel veel J-mic zoals ik nou. Of inderdaad zonder zo'n headset euh, zoals ik nou aan het doen ben. Dan kan je deze dus hier makkelijk aansluiten. En zijn dus ook heel makkelijk in te regelen en compatible met de Scouts. Vandaar dat ze ook dezelfde naam hebben. Daarnaast zijn natuurlijk ook nog controls om deze microfoons wat, wat in te regelen qua level euh, aanwezig in dit gedeelte. Um, deze ga ik even kort overlopen, maar mocht je inderdaad van ergens anders uh, sound willen voorzien aan deze SoundScout, uh, dan is hier nog een aansluiting om dat te doen. Uh, ik zie deze niet heel veel gebruikt worden, dus die wil ik wel heel even kort benoemen dat hij er is, maar uh, daar gaan we weer van verder. Want daaronder vinden we iets wat ik wel belangrijk vind als je dus die losse uh, SoundScout mics uh, erbij haalt. Zijn antenne aansluitingen voor één of de andere. Dus uh, kanaal 1 of kanaal 2, afhankelijk of je één of twee van deze microfoons gebruikt. Daar in de buurt hebben we ook nog een paar led-indicatoren zitten die je vertellen hoe vol de accu zit en of deze aan het opladen is wanneer deze aangesloten op het stroomnet. En we hebben natuurlijk een aan- en uitschakelaar en een stroomaansluiting om dus deze zodoende te laden. Dus dat somt in een notendop de SoundScout op van Divine. Heel simpel gezegd, de 12 of de 15 zit niet bijzonder veel verschil tussen. Ze hebben dezelfde batterijduur, Ze zijn allebei net zo stevig gebouwd. Ze hebben het mooie trolley systeem. De ene is wat lichter, maar is net 2 dB zachter. Heeft net iets lagere, of in ieder geval iets minder lage, pas extensie moet ik zeggen. Deze is net 2 dB luider. Gaat net iets dieper, weegt ook net iets meer. Is dus ietsje steviger ook. Dus. Daarin is natuurlijk de afweging te maken, afhankelijk van heb ik echt die paar uh, dB nodig? Heb ik echt de, dat extra beetje bas nodig? Afhankelijk van wat perfect is voor jou, kan je natuurlijk daaruit je keuze maken. En als je die eventjes rustig wilt overwegen, misschien even de twee SoundScouts met elkaar vergelijken, dan kan je natuurlijk klikken op een van de twee linkjes of allebei, dan kan je ze makkelijk vergelijken. Hieronder in de beschrijving. Dat breng je naar onze productpagina. Daar kan je alles nog even rustig nalezen, uh, één op één vergelijken en kijken welke het beste is voor jou. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Zo ja, dan worden we enorm blij van een duimpje omhoog. Ik word zelf heel erg blij van jullie comments, vragen en opmerkingen. Dus die zie ik heel graag tegemoet in de beschrijving onderaan deze video. En om meer van dit soort video's te zien, waar ik natuurlijk heel erg blij van word, is wanneer jullie abonneren op het Bax Music YouTube-kanaal. Dan krijg je die video's zomaar voorgeschoteld. En daar hoef je niks voor te doen. Hartstikke gratis. En ik hoop jullie heel graag daar terug te zien. Dus tot de volgende. Tot ziens.